Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Deze video heb ik weer iemand meegenomen en dat is Demi. Hallo. Hij gaat mij helpen bij deze video, want ik ga een AB-merkentest doen. Ik ga twee merken proeven, een A-merk en een B-merk, dus eigenlijk een huismerk. En dan ga ik kijken of ik kan proeven welk merk van het A-merk is en welk merk van het B-merk is. Of ze nou echt een diva is. Of je dus bij bepaalde producten gewoon merkt of je nou A of B-merk koopt of dat het niet uitmaakt. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of ik het ga proeven, ook omdat ik vaak zelf wel A-merken koop, denk ik. En ja, ik altijd wel denk dat het beter is dan een B-merk. Dus ja. Ik denk dat sommige dingen wel degelijk verschil. Niet per se dat een B-merk niet lekker is, maar dat je wel verschil proeft tussen het A-merk en het B-merk. En omdat je het A-merk kent, herken je dan welke de A en B is. Ja. Niet per se dat B-merk niet lekker is. Maar toch, maar sommige zijn echt wel, denk ik, gewoon... Dan denk ik, hoe kan dit verschil of zo? Ja. Ik bedoel, soms is het gewoon een simpel iets. En dan denk ik, ja, hoezo proef je hier verschil in? Ja, want we hebben ook niet alleen maar producten gekocht waarvan je als je kijkt, bijvoorbeeld met Doritos of zo, denk ik dat je echt wel proeft wat Doritos is en wat een B-merk Doritos is. Ja. Maar we hebben ook wel dingen genomen waarvan we niet per se denken dat het A-merk, dat je het echt gaat proeven. Ja. Dus ik ben wel benieuwd of ik echt duidelijk verschil ga proeven en of ik het goed ga hebben. Ik ook. We hebben totaal 9 producten, zodat ik natuurlijk niet gelijk een stand kan hebben. Dus of ik ga het helemaal killen gewoon, of ik ga zwaar ten onder en dan mag ik waarschijnlijk nooit meer A-merken kopen van jou. Oké, nou, ik ga de blinddoek opdoen en dan mag jij het eerste product gaan pakken. Dat is goed. Oké, ik heb het eerste product voor je neergelegd. Oké. En we hebben dus een A- en een B-merk. In dit geval het A-merk. Een B-merk. En Lisa gaat nu proberen te onderscheiden. Ik moet wel zeggen dat deze blinddoek nu al irriteert. Wil je weten wat voor product je voor je hebt liggen? Ja, graag. Het zijn bastonje of kandijkoeken. Oh god. Dat vind ik wel lekker. Ja. Vooral in een taart. Ik moet zeggen, ze zien er vrij identiek uit. Oké. Okay. Dus aan uiterlijk kan je niet echt... niet echt iets erkennen of zo. Ik ga eerst voelen. Dat zeg ik, hè? Ze zien er vrijwel identiek uit. Ja, maar ik ga voelen. Deze klinkt harder. Aanpak. Oh, die breekt al. Oké. Ja, maar dat kan ook met het... Dat kan met alles te maken hebben. Als het pak gevallen is, dan... Oké, ik ga eerst de gebroken proeven. Goeie crunch. Oh, dan lekker ook. Zo. Je mag toch niet ook eten? Inderdaad, lekker. Wat vind je lekkerder, minder lekker? Dit is moeilijk. Wat is je eerste idee? Ik denk dat dit de bastonje is. Onderbouwen, kom op. Ja, hij heeft iets meer... Wacht, ik ga nog wel eens... Deze is iets knapperiger. Oké. Okay. En een iets langere smaak ofzo. Het verdwijnt minder snel. Ja. Ja. Ik denk... Ik wil dit fout doen. Want ik vind dus bastonje in taartbodem is echt heel lekker. En ik zeg ook altijd tegen mijn moeder dat ze alleen de echte bastonje mag gebruiken. Ja, ik ga voor deze. Ik denk dat dit de echte bastonje is. Het A-merk. Leg maar neer en doe je blinddoek af. Oh god. Ja! Yes! Ik zei het toch? Ja, deze heeft een iets langere smaak. Proef maar. En iets knapperiger. Ja, ja. Die is wel echt lekker. Ja, hij is echt lekker. Hij is net boteriger of zo. Ja, ik denk dat hij wat... Ja, hè? Die is echt veel lekker. Ik dacht dat het nooit zoveel verschil daar. Nou, ik proefde dit dus wel echt. Ja, als ik deze eet, dan denk ik ook lekker. Maar ja, als ik die dan eet, dan denk ik nog lekkerder. Ja. Niet opeten. Krijg dus, wat genoeg. Ik zou zeker voor de bastonje gaan als ik weer in de winkel sta. Ja. En niet de kandijkoeken. Nee. 1-0 voor mij. Volgende item. Oké, volgende item is Iced Tea Green. Een van Lisa's favoriete drankjes. Ja. Dus ik zal hem even schenken. Oeh.
Mooi geluid. Ja, mooi geluid. Mooi geluid. En dan... Het is het gevoel na het geluid. Ja, geen idee. Welke klonk lekker? Alsof je dat hoort. Zo. Ik zal je hand begeleiden voordat je het omgooit. Oké. Okay. Wil je eerst rechts of links proeven? Links deze keer. Links? Ja. Dan gaat je hand hierin. Oké. Okay. Pas ook op met neerzetten. Ja. Eerst een ruik op. Ja hoor. Is ook nog crunch uit... Oh. Jezus, je kan toch wel met je ogen dicht drinken? Nee, dat is echt moeilijker dan je denkt. Nee, deze heeft kapot weinig smaak. Oké. Okay. Ik wil die ander. Oh ja, sorry. Hou. Gaat ze weer? Nou, nee. Nee. Lisa houdt toch niet zo van ijsdiekerien. Nou, deze is echt heel citroenig. Welke, die tweede of de eerste? Mm-hmm. Oké. Okay. Nee, ik denk toch deze, want ik dacht eerst hij heeft weinig smaak, maar ijsdiekerien hoort ook niet zo'n hele overheersende smaak te hebben en dit is gewoon alsof ik een citroen drink. Het is toch echt ijsdiekerien? Het is niet ijsdiekerien. Ja, en ik krijg hier een beetje een droge bek van. En dat heeft Lipton altijd. Ja, ik kies zeg maar meestal voor Fuse Tea of zo. Als ze dat hebben. Ik vind Lipton niet per se heel nice. Maar ik denk wel dat dit Lipton is. En als ik het fout heb gekuimd. Ik heb Lipton wel. Ja. Lipton heeft dat echt dat thee. Dus dat je dat droge krijgt na een slok. Ja. En Fuse Tea heeft het niet, maar proef deze even. Hoe zelfs deze, Sophie? Heel citroen, heel sterk. En ja, proef het verschil met deze. Kijk, je ziet het ook in kleur. Deze is groen. Ja, het was donkerder. En dit is meer donkerder. Er zit veel meer... Oh, dat is zo echt smerig. Ja, ik vind Lipton ook niet zo lekker. Nee, Fuse Tea is wel echt... Fuse Tea is de beste. Ja, weer een punt. Yes, 2-0. Echt een diva, hè, dit. Dat volgende product. Oké. Okay. Klaar voor product nummer 3? Ja. Oké, okay, we hebben in dit geval dus het A-merk en het B-merk. Oké. Okay. Ze hebben allemaal een andere vorm. Dat hebben M&M's altijd. Oké, okay, ik ga beginnen met deze kant. Wat is je gedachte? Ja. Smaakt een chocolapinda? Ja. Het is het ook. Ik moet denk ik eerst even een tegenhanger. Deze smaakt meer naar pinda. Okay. Nee. Hij is heel zoet. Godver, dit is lastig. Ik zou toch denken dat ik bij M&M's wat kon proeven. Dat je daar ervaring bent. Ja, ik denk wel echt deze. Deze zijn veel te zoet. Alsof er 10 kilo kleurstof in zit. Ik wil die ook niet eens meer. Maar je moet. Je moet het verschil proeven. Ik ga voor deze. Nog een keer die. Oh, fuck. Nee, hij is veel te zacht. Er zit geen bite in, niks. Dit is M&M. Oké, okay, doe maar. Ik moet het goed hebben. Ja, zie je wel. Je wilde gewoon nog... Dit, proef even het verschil. Deze heeft echt Je hoorde het al. Ja, dit heeft echt een bite. Deze hem nou ja. Dit is gewoon zacht. Hoorde die echt zo... Deze smaakte ook eerst meer naar pinda, dacht ik. Maar toen had ik door, toen dacht ik, gatver, echt gewoon kleurstof. Ja, wow, die is echt heel zacht. Ja. Ook heel kristallerig of zo. Heel... Ja, hij is echt kleur. Je proeft gewoon een soort van heel zoete. Een beetje heel zanderig. Vies, hè? Hij is echt smerig. Nou, dit proef je wel echt. Eerst dacht ik iets moeilijk, maar het is niet moeilijk. Alleen ik pakte denk ik gewoon net eentje met veel pinda, waardoor ik eerst die pinda proefde. Ja, maar die tweede, oh. Ja, nee, de echte M&M's zijn echt
veel chiller. Ja. Ja. Tot nu toe is het 3-0 voor mij. Ja. Ja. Deze, jammer dat je zo'n groot verschil proeft. Ja, maar toch denk ik tot nu toe is nog steeds dat A-merken wel vaak beter zijn dan de B-merken. Ja, ik denk dat tot nu toe de kandijkoeken het minst, zeg maar, die vond ik nog wel goed. Ja, nog wel voor, helemaal voor het prijsverschil. Ja, ik zou die kandijkoeken gewoon eten. Ik zou die niet dit eten. Zou ik echt niet eten. Als dit ergens op tafel staat en ik proef er één, dan hoef ik dat niet meer. En die iced tea green, die zou ik niet die vond ik ook echt goor. Ah, nee. Ik vond die lichter trouwens ook niet lekker. Nee, oké, maar die kan ik wel gewoon prima drinken, maar als er ijs in zit en zo. Maar die zoete, nee. Ja, dit is echt de slechtste tot nu toe. Ja, dit is echt vies. Ja. Oké, ik ben klaar voor de volgende. Het vierde product? Vierde product. Ja. Noedeles. Noedeles. Lekker, lekker. Instant noedels. Kan ik ze naar me toe schuiven? Wat mij betreft wel. Oké, ik begin wel gewoon rechts. Oh, dit ruikt lekker. Ja, het ruikt echt heel erg. Waar is mijn ooi? Voor zit gewoon in het telecommetje. Is het heet? Nee. Het is ook goed droog. Ja, het zijn ook heftige kruiden. Holy moly. Was op zich met alle noedels wel. Oké, vooruit. Het is straf. Het is de gedachte. Mwah. Want? Het is een beetje heel veel kruiden. Oké. Okay. Nee. Is het een stuk dunner? Maar. Nou, ook heftiger of zo. Wacht. Dat gezicht wat je trok was niet best, hè? Nee. Dat vind ik denk toch deze. Dat had ik net dus. Oh, de eerste keer denk je. Nu zijn die ineens niet heftig. Het waren ze heftig, nu zijn ze niet heftig. Nou, ik denk dat ik vind deze lekker. Oh, ik vind deze lekkerder. Maar ik weet niet of dit het A-merk is. Omdat ik niet per se weet of ik nou noedels in... Wat is het A-merk? Welk merk? Zo moet je dat weten? Nou, omdat ik dan wil vertellen... Dat je dat nooit eet. Dat ik dat altijd eet. Oh. Nou. Wat is het A-merk? Ja, maar dat is eigenlijk dus... het is Unox. Oké. Ja, ik eet dus wel altijd de Unox noedels. Maar... Ik weet niet of dit de Unox noedels zijn. Want ik denk nu eigenlijk... Dat ik deze lekkerder vind. En misschien is dit wel gewoon een heel ander merk. Want ik denk dat Unox wel dunner is. En volgens mij is dat deze. Ja, ik ga voor deze toch. Ik denk dat dit het A-merk is. Oké, dit was echt heel verwarrend voor mij. Ja, dit is het A-merk. Je zei het is deze, maar ik denk daarom deze. En toch ga ik voor die. Dit is het A-merk. Oké, doe je blind het af. Ja, zie je. Dit is Unox, dit is dunner. Dat dacht ik eigenlijk wel. Maar ik vind deze denk ik toch lekkerder. Hoezo dan? Wat is er mis met die? Hij is heel heftig qua smaak. Gewoon noedels. Ja, deze is toch wat... Ja, zie je? Niet zo lekker, hè? Terwijl ik deze eigenlijk altijd eet. Nee. De groente ook. Zit er kruid door of zo die niet zo lekker is? Nee, maar ik denk dat ze hem hebben aangepast. Want ik kan me niet herinneren dat ik dit... Ja, ik heb het al echt heel lang niet gegeten. Maar... Smaakt een beetje naar plant. Ja, dus ik heb dit wel fout. Lekker. Maar dit is... Yum-yum. Ja, ze zijn ook yum-yum. Ja, deze zijn echt chill. Ze zijn ook wat dikker, toch? Ze zijn wat... Nou, kijk maar, dat valt reuze mee. Nee, maar ze smaken wat... Ze smaken gewoon wat steviger. Steviger misschien. Ja. Die smaken gewoon wat slapper. Ja. Maar deze vind ik wel echt veel lekker. Ja, ik vind deze echt chiller. Dus ik zou, als ik nu noedels in de supermarkt zou kopen, zou ik gaan voor de yum-yum. Ja. Ik zou dus gaan voor de yum-yum. Ja. En het staat 3-1. Oeh. Ik heb er eentje fout. Back in the game. Ik had deze moeten zeggen omdat ik eigenlijk dacht dat die van Unox was. Maar ik vond deze lekker. Er zit daar wel meer in slash daar... Ja. Is meer... Ja, meer kruiden. Ja, je proeft ook wat groentestukjes, die plantstukjes en zo. Maar het is niet lekker. Maakt het niet lekkerder. Nee, inderdaad. Ik kan beter weinig toevoegen. Dan heb je yum-yum noedels. Ja, oké. 3-1. Op naar de volgende. Product nummer 5. Ja. Ik vergeet het elke keer. Ja, ik sta 3-1.
telkens als ik het moet pakken, dan ben ik alweer vergeten hoeveel het staat. Oké, okay, we hebben weer een B en een A-merk. En het is een toetje. Dus we hebben een Danoontje. Lekker. En een B-merk. Danoontje, ja. Oké. Okay. Een soortgelijk toetje. Ik zal even zeggen welk A- en B-merk het is. We hebben het A-merk en het B-merk. Nou, geef me eerst maar het A-merk dan. Oké, okay, ik ga... Oh. Lepel ligt ernaast. Een flinke lepel voor zo'n klein toetje. Welke smaak is het? Het is abrikoos. Abrikoos, oeh. Hij ruikt wel lekker. Ik weet... Je hoeft niet met je vinger te voelen. Zo, flinke spoel meteen, hè. Lekker. Nou, niet zo. Oh. Wat mankeert? Hij is een beetje zoet of zo. Okay. Nee, ja. Maar niet fruit. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Okay. Zoetstof zoet. Ja. Okay. Kan. Ja, dit is Danoontje. Hij is super zacht. Dit is echt zo'n... Weet je zeker? Het gaat zo op mijn tong. En dan is het zo zacht. En die andere is een beetje... Weet je zeker? Ja. Die andere is een beetje korrelig. Of... Nou, niet korrelig, maar niet zacht. Weet je zeker? Ja. Ik zou het allemaal niet doen. Nou, ik weet het zeker. Dit is Danoontje. Ik zou het niet doen. Ja, dit is het lekkerste toetje wat er is. We zijn punten wel verliezen. Ja, ik ga voor deze. Nou, ik ben blij met mijn punt vallen. Oh nee, toch niet. Dit is veel lekkerder. Proef even deze. Nou, uiteindelijk ben ik ook gewoon de challenge aan het doen. Alleen ik hoef mijn punten niet te doen. Even serieus. Proef die. Niet zo lekker, hè? Nee. Hallo. Jongen, ik heb mijn mond nog vol. Nu is hij niet zwaar genoeg. Het is heel anders. Ja, maar ik vind die ook niet zo lekker. Echt niet? Maar vind je die wel lekker? Nee. Ja, houdt gewoon niet van Danoontje. Hoe kan je... Ja. Maar proef je het verschil in structuur? Wil je zo meteen wel even inzoomen op als jij mij een hap geeft. Hoe Lisa altijd doet als ze iemand een hap geeft. Deed ik dat net weer. Vast wel. Kan ik niks aan doen. Maar proef je het verschil in structuur? Ja, die is wat... Ja, zachter. Ja, ik weet niet zo goed hoe je het is echt één substantie en dit lijkt een beetje zo... Ja, het smaakt allebei eigenlijk gewoon een beetje naar kwark. Gewoon een beetje yoghurtachtig. Ja, maar dit is echt veel lekkerder. Niet echt, ik denk van oeh, lekker. Danone for the win. 4-1. Weer een punt. Zie, ik ben echt goed. Nee, je bent echt een diva. Nee, dat gingen we hier uithalen. We gingen er niet uithalen of je goed hebt. Jawel, want ik proef dus wel echt verschil. Het is geen fabeltje. Oh, daarom wil ik dus echt aanmerken. Ja, ik hou niet van B-merken. Niet in dit soort dingen. Je bent te goed voor B-merken. Nee, maar waar je het in proeft, is aanmerk gewoon beter. Oké, ik wil de volgende. Is goed, volgende. Het zesde product... is thee. Lekker. Bosvruchtenthee. Dat drink ik nooit. Om precies te zijn. Die drink jij altijd. Ja. We hebben Pickwick thee en Albert Heijn. Thee. Eigen merk. Oké. Okay. Is het heet? Ik hoop het niet voor je. En ik anders. Ik hoop het ook niet. Heb je pech? Mijn oogje. Allebei een oogje. Geen twee tegelijk. Kijk naar Bosrecht toch ook. Ja. Verrassend. Het is niet heet. Ik ben wel echt benieuwd naar of thee nou echt. Ja. In mijn hoofd zou ik zeggen van niet. Deze vind ik iets zoeter, maar op een lekkere manier. Oké. Okay. Hier zit een beetje weinig bosvruchtensmaak aan. Het is meer theesmaak. Mm. Dus ik zou zeggen dat dit het aanmerk is. Oké, okay, puur daarop gebaseerd. Dat is het enige verschil tussen de twee. Ja, ik proef hier wel echt een stuk meer bosvruchten dan hier. Okay. Dus ja, ik zou zeggen dat deze kant de Lipton is.
omdat hij gewoon sterker smaakt. En ik denk dat met het A-merk het verschil is dat het sterker smaakt. Ja. Verder kan ik niks bedenken. Ik denk dat je een fout hebt, want Lipton hebben we niet. Ik zat met ijs die. Lipton. Nee, Pickwick. Ja. Goed zo, Lisa. Dit is de Pickwick thee. Oké, nou, doe je wel. Wat vind je? Vind je allebei lekker? Of? Nou, ik zou deze niet zo snel drinken. Er zit weinig smaak aan. Oké. Nou, ik ben er vanaf. Klopt helemaal. Dus ook met thee proef je echt wel het verschil. Ja, jij drinkt altijd bosvrucht, dus ik ben benieuwd of jij het. Weinig smaak, hè? Ja, niet echt de fruitsmaak. Nee, het is meer die zwarte theesmaak die je hebt. En dit is echt fruitsmaak. Toch weer het A-merk. En dat betekent 5-1. Dat ik niet meer kan verliezen. En ik kan niet meer verliezen. Leuk voor je. Een echte A-merkkenner hier. Ja, sorry schat. Maar het betekent toch dat ik niet alle B-merken hoef te kopen. En jij bent het eigenlijk ook met me eens. Ja. Ja, over het algemeen wel dat je het verschil wel proeft. Ja. En dat sommige dingen echt lekkerder zijn wel. Ja. Ja. Alleen de noedels niet, de rest. En die heeft echt fout. Ja, klopt. Okay. Eigenlijk is het thema gewoon kies voor de lekkerste. Ja, maar het was toch ook het ding of A-merk lekkerder is en beter smaakt. Ja, nou, tot nu toe wel. Ja. Oké, on to the next. Next one. Productje nummer 7. 7. Ja. Ja. Sultana koekjes. Oké. Okay. Weet je dat vaak? Nee, dat weet je. Dat was een retorische vraag, maar de kijkers weten dat niet. Nee, ik eet eigenlijk nooit sultana. Jij ook wel weer, dus. Ja, maar wel altijd sultana. Ja, de echte sultana. Ja. Ik denk wel dat je hier verschil in proeft. Ja, ik denk het dus ook. Ja. Oké, okay. Ik ga beginnen. Lekker alsof je het tegen je neus ging schuren. Zo. Mm. Lekker? Niet lekker? Mm, ja. Vertel mijn gedachten. Met je gedachten. Lekker? Niet lekker? Nou. Dit is niet de echte. Wat? Nou, hij smaakt heel chemisch. Hij is een stuk harder. Kijk. Tot daarna is niet zo knapperig. En dit is echt heel knapperig. Dit is echt maar mee krenten. Okay. En. Maar doe niet juist B-merken er extra krenten in om nog meer sultana te maken? Dit is de echte lekkere. Deze smaakt naar chemische appel. Het is appel toch? Ja, appelkrenten of zo, weet ik veel. Ja. Ik weet niet waar het over heet. Dit smaakt naar chemische appel en deze smaakt naar appel. Oké. Okay. Dat is het verschil. En die is dus een stuk harder. En de sultana is niet hard. Oké. Okay. Dus ik denk deze. Dit is de sultana. Toen ik hem uit het pakje haalde, toen voelde ik al hoe hard het is. Ja, dit is echt hard. Echt een... Proef maar. Het is niet sultana. Ja. En er zit ook minder suiker op, zie ik nu. Oeh, ik vind die echt niet lekker. Nee, het smaakt chemisch. Toch? Een chemische appel. Oh, gaffer. Nou, ik zie het aan bouwen hangen. Wij kopen later alleen maar aanmerken als we op onszelf wonen. Dat wordt een dure boodschap. Ja, ik kan er niks anders van maken. Als het lekker had geweest, had ik het prima gevonden om dit te kopen. Maar het is niet lekker. Nee, die is gewoon echt niet lekker. Dit staat een beetje gelijk met die pindarotjes. Pindarotjes? Die nep M&M's. Pindarotjes. Er staat letterlijk op de verpakking pindarotjes. Echt? Het zijn geen rotjes, het zijn gewoon... Maar ze mogen het geen... M&M's noemen natuurlijk. Oh! Ja, tuurlijk. Nou, de echte sultana is toch echt de winnaar? Ja. En deze zou ik echt nooit kopen. Het smaakt gewoon een chemische appel. Ja. Ja, het is het niet. Ja, die was echt leuk. Dat is echt... In de laatste product al. Oké, okay. En het staat 6-1. Ik ben blij dat ze er in ieder geval eentje fout heeft. Oké, één laatste product is appelmoes. Met een A- en een B-merk. Ik hou van appelmoes. Ja, dat weet ik.
Je hebt twee lepels op je bordje liggen. Oké. Okay. Dan mag je even proeven. Kan je met lepeltje A geven, want dan zit ik met mijn hand. Je mag met je hand gewoon een lepeltje. Oké. Okay. Dus ik ga eerst deze proeven. Ja, geen keus. Ik heb het je aangegeven. Achteraan. Een beetje zuur. Oké. Beetje zuur, ja. Oké. Andere? Doe gewoon met je rechterhand. Moet ik, hè? Ja, iets. Ja, zie je. Daar. Oh, hier. Wat zijn het voor gore appelmoezen? Nou. Welke is minder vies? Nou. Ik denk, wacht even, waar is die ander? Dit is wel meer appel. Zo, je drukt er wel een heel smerig gezicht. Ja, omdat die zuur zijn. Ik hou niet van zuur. Maar dat kan gewoon... Dit is wel meer chemisch? Nee, of... Ja, ja, Godver! Ik weet het niet. Ik denk dat dit echte appelmoes is, omdat het naar echte appels proeft. En dit een beetje naar chemische appel en het is iets minder sterke smaak. Is dit je laatste antwoord? Ja, ik ga voor deze. Oh, leg op een laatste bordje. Dat is ook goed. Oké, dit is de echte appelmoes. Oké, doe je alleen nog maar af. Wacht, waar is het bord? Ja. Maar je hebt 0%... suikers. Maar daarom is hij goor. Ja, dit eet ik niet. Ik eet niet 0% suiker. Maar je proeft wel dat dit echte appel is. En dat dit een chemische appel is. Ja, deze is wel lekker. Ja. Ik vind deze niet heel. Nee, maar ik kan niet zo goed tegen zuur. Nee, dus voor mij is iets snel zuur. Ik vind het niet zo Nee, maar. Ja. Maar je proeft wel het verschil. Deze heeft wat meer structuur. Oké. Okay. Ah. Weer één goed. Save 1. Laatste item. Laatste. Oké, kom maar op. Let's go. Last but not least. Het ijsje. Een raketje. Oké. Ook dit ziet er vrijwel identiek uit. Ja? Ja. Ik merk wel al gelijk dat het stokje van dit raketje langer is. Hier zit ik zeg maar met mijn hand al tegen het ijs. Okay. Echt klein. Dat is wel kut. Maar ik weet niet wat het verschil is. Dus... Het is niet dat ik nu weet welke. Dat bedoel ik ook niet. Maar dat is niet chill. Maar dat is ook een chill. Ja, oké. Ik ga deze proberen. Even inzoomen. Oeh, lekker. Dit proef je wel. Ja? Dit is een raketje. Proef het meteen. Deze is veel zoeter. Ja. Ja, als ik nu een lik van die neem... En ik van deze proef ik hier niks meer. Gewoon geen zoeterheid. Terwijl als ik eerst deze neem en dan die, dan denk ik, wow. Ja, ik zweer het je. Dit is niet normaal. Ik had niet verwacht dat je dit zo erg zou proeven bij een waterijsje. Maar dit is het raketje, 100%. Oké, nou ben je blind. Wil jij ook? Rappapam, rappapam. Ja, ik zweer het. Kijk ook naar de kleur. Ja. Deze is veel donkerder dan deze. Ja, proef eerst deze, dan denk je, mwah, is wel lekker. Beetje smakelijk wel. Ja. Ja. Veel zoeter. Ja, dit is wel echt een raketje. Dit is echt een bizar verschil. Dat had ik niet verwacht. Hij is op zich wel prima als je verkoeling wil, maar niet als je denkt van, ik wil... Het is gewoon een soort waterijsje, letterlijk, zonder smaak eigenlijk. Ja. Kijk, en op zich, als je deze eet en je hebt deze niet, dan denk ik dat je denkt... Prima. Ja. Maar als je een lik van deze neemt en een lik van deze, dan denk je, oké, dit is het raketje. Ja. Ik denk dat je hiervan wel B-merk weer zou kunnen halen en gewoon prima. Maar het A-merk is wel echt lekkerder. Het A-merk is wel lekker. Als je echt zeg maar zit in een echt raketje, dan zou ik voor het A-merk gaan. Dus je zit in verkoeling. Ja, het hangt dus af of je een raketje eet omdat je een verkoelend ijsje wil of omdat je of omdat je raketjes echt heel lekker vindt. Ja, deze is echt lekkerder. Ja. Ik zou 100% voor deze gaan. Ja. Eens. Yes, 8-1. Ik heb toch nog eentje hebben we kunnen... Eentje? Ik ben echt een master gewoon. Ja, een beetje jammer dit. Het is wel een beetje... We hadden wel spannender mogen maken. Nou, ik wil op zich wel voor de herkansing gaan met producten die ik niet ken of zo. Of producten die ik echt nooit eet.
Ja, maar toch, sommige dingen zou ik ook niet verwachten. Zoals thee en zo had ik niet verwacht dat dat echt... Nee, ik ook niet. Maar blijkbaar proef je dus wel echt bij alles het verschil. Maar dat zijn wel dingen die ik vaker drink of eet. Ja, dat is dus waar. Ik bedoel meer, ik zou het best willen proberen met producten die ik echt niet... Maar dan moet je producten die je niet lekker vindt. Nee, niet per se, maar producten die ik gewoon nooit eet. Er zijn genoeg producten die ik nooit eet. Zou kunnen. Laat me weten of jullie... Poging 2 willen, want ja, 8 even. En welke producten dan? Dat is ook een goede producten die jullie leuk vinden om te zien. Ja. Nou, ik had niet verwacht dat ik het zo goed zou doen. Nee, ik ook niet. Ik had wel verwacht dat ik het zou proeven, omdat ik dus eigenlijk altijd A-merken koop en ze echt wel boven de B-merken verkies. En dat zeg ik ook altijd. En sommige mensen zeggen van ja, het maakt niet uit, het wordt in dezelfde fabriek gemaakt of zo, maar dit proef je gewoon. Ja, je proeft wel echt verschil. Ja, je betaalt wel echt voor meer smaak. Ja, het is niet dat het andere per se niet lekker is of zo. Nee, maar minder lekker. Maar de aanmerker is gewoon lekkerder. Ja. Dus, de conclusie. Ik koop nog steeds aanmerken. Gaat het geld. Maar gelukkig is Dennis met me eens en proeft hij ook het verschil. Ja. Dus dat scheelt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal. Dan mis je de volgende video niet. En tot de volgende keer. Doeg! Ciao!